Het was een mooie overwinning tegen Anderlecht. Nogmaals, proficiat daarmee. Heeft dat de groep nu meer vertrouwen gegeven? Ja, die indruk heb ik wel. Niet alleen de groep, maar ook de supporters. Mensen die Westerlo graag zien en hebben. Ik denk dat iedereen zich daar enorm aan heeft opgetrokken. En misschien nog belangrijker dan de overwinning is dat. Hè, dat je terug eigenlijk een blok kan vormen. Het moet nog allemaal beginnen. Maar goed, dat neem je mee. En zoals je aangeeft, iedereen wordt beter van dingen die lukken, van succes, van een overwinning. Dus hopelijk kunnen we dat verder zetten. Wat zijn volgens jou nu eigenlijk de sterke punten van Waasland-Beveren? Er zijn een aantal dingen die ze heel goed doen. Ze vormen een heel goed blok waarin tot ze sterk zijn, moeilijk te ontwrichten. Ze hebben een, met Siebe Schrijvers toch wel een heel polyvalente speler die toch wel heel gevaarlijk is aan de bal. Bij zijn vrije trappen, eigenlijk bij alle acties waarin dat hij betrokken is. Een kopbalsterke spits, absoluut niet vergeten. En dat maakt hun ploeg toch wel eigenlijk klaar om in dit soort omstandigheden, zeker in uitwedstrijden, een degelijk kans te hebben op een resultaat. Dus absoluut geen gemakkelijke opdracht. In de ogen kijken, even scherp, blijf, kom, hop, 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 hop. Close down. Langs de andere kant hoop ik dat ik terug een aantal zaken opnieuw zie. In moeilijkere omstandigheden misschien dan vorige week. Maar dat ik toch een aantal mensen terug het niveau zie halen van vorige week. Dat we zelf het initiatief kunnen pakken en gevaarlijk zijn. Dat is toch wel de hoofdopdracht, denk ik. Na deze wedstrijd is er ook nog een interlandbreak. Dus een week geen wedstrijd. Is het voor u dan nu des te belangrijker om een goed resultaat neer te zetten? Dit is zeer belangrijk. Dit is zeer belangrijk. Dat is een dubbele periode waarin tot je kan werken. Dus en dat hebben we wel absoluut nodig. Als we zouden kunnen werken in omstandigheden met 7 punten, wat zeg ik, op de teller, met een goede prestatie, dat zou ons toch wel een serieus stuk vooruit helpen. Dus inderdaad, dat maakt het des te interessanter. Stel je voor dat je, hoe ga ik zeggen, na 3 wedstrijden kan zeggen dat die laatste plaats doorgegeven is aan een ander. Dat is het gevaar niet geweken, maar dat geeft de mens toch moed. En dan nog een kleine korte vraag. Kun je nu nog eens kort samenvatten wat voor wedstrijd je gaat verwachten? Een moeilijke, maar waarin ik hoop dat we oplossingen vinden. Zoals we dat in Anderlecht ook gedaan hebben. Om zo gevaarlijk mogelijk te zijn, onze spitsen aan het werk te kunnen zetten. En toch wat animo, wat drive in die wedstrijd te krijgen. Het publiek mee te krijgen, erin te geloven vanaf de eerste minuut. En ervoor gaan. En alles op alles. Geen gekkigheid, maar wel heel veel in de strijd gooien om die wedstrijd naar ons toe te trekken. En 3 punten te halen.